Het volgende nummertje wordt gebracht door de kinderen van het tweede leerjaar. Er was eens een arme houthakker die samen met zijn vrouw en twee kinderen aan de rand van een groot hof leefde. Hun zoon heette Hansje, hun dochter Rietje. De houthakker en zijn vrouw hadden geen centen om hun kinderen eten te geven en stuurden ze weg. Ze lieten hen achter in het bos. Maar wat als Hans en Rietje een GPS hadden?